Hey, leuk dat je kijkt. Ik heb mijn wagen weer volgeladen. Tenminste, ik heb hem niet leeggemaakt. Want we gaan vandaag de Malibu omruilen voor de nieuwe Cartago. Cartago C-Tourer. Hoe dat ding helemaal heet, dat laat je nog wel weten. Het is in ieder geval 145 is de indeling. En dat is een nieuwe indeling. Je hebt al een videootje ervan gezien. Vorige week. Maar vandaag is het dus ophaaldag. En dan wordt die helemaal uitgelegd door de dealer. En de dealer laat ik hier ook nog eventjes aan het woord, zodat hij aan jullie precies kan uitleggen wat er nou zo bijzonder is aan dit nieuwe model van Cartago. En dus gaan we naar Stijkel in Harderwijk. En dat is eventjes mooi weer om naar Stijkel te rijden. We hadden toch niks anders te doen. Dus we dachten, kom op. Maar we verheugen ons erop. Verheug je erop in? Verheug je je erop? Ja, mooi. Ja! Kijk eens hoe blij ze is. Nou. Ze had er zo zin in. Ze heeft het koud. De camper is nog koud. Ik vind het ook koud. Maar leuke dingen. En daar moeten we straks even alle rommel uit deze camper even oversjouwen. Nee, de nieuwe camper. Waarom heb je dat dan niet even thuis eruit gehaald? Want dat doe ik meestal. En dan maak ik hem ook nog wat beter schoon dan dat ik nu heb gedaan. Thuis zijn we aan het verbouwen. Ik krijg een nieuwe keuken. En dat valt toevallig allemaal samen. Ja, die camper was natuurlijk ook al in november verwacht. En het is nu december. Dus het duurt allemaal even. Maar dat geeft niet. Dus vandaar dat we niet alle spullen uit de camper het huis in hebben gesjouwd. En zo meteen weer uit het huis de camper in sjouwen. Dus doen we straks even campers naast elkaar. En plop plop, alles over. En rijden weer. Nou moet om 1 uur bij Stijkel zijn. Volgens de navigatie ben ik er 8 minuten over 1. Dat zal nog wel 10 over 1 worden. Maar en dan gaan we de nieuwe camper zien. En ik neem jullie lekker mee. Gezellig. Jongens, ik ben inmiddels bij Stijkel binnen en ik heb hier naast me Patrick. Hi Patrick. Hi Jos. En Patrick, ja, die verkoopt die campers normaal gesproken iedere dag aan liefhebbers. Jullie hebben hier naast Cartago nog een paar merken, hè? Ja, één merk. Ja. We zijn Adria dealer en Cartago dealer. Adria dus. Ja. Nou, Adria. Logisch. Maar hier staat de nieuwe Campingtrend camper en jullie hebben hem 2 weken geleden al een beetje bekeken. Ja. Maar nu gaat Patrick aan mij uitleggen wat er zo bijzonder is aan de Cartago C-Tourer Superior RB 145 LE. Iets andere volgorde, maar wel. LE 145 RB, wat is het? 145 RB LE. Ja. What's in the name? Ja. Maar we lopen eerst even langs de buitenkant, Patrick. Want jij mag het allemaal vertellen. We doen niet de dingen die jullie al weten, hoor, jongens. Gewoon even de dingen die bijzonder zijn. Ja. Nou, de C-Tourer 145 RBLE. Dit dan een superieur uitvoering. Is een wagen die door Cartago nieuw in de markt is gezet. Er was ontzettend veel vraag naar campers met een separate toilet- en douchecabine. Lengtebedden, grote garage. Keuken aan de bestuurderskant. En eerder werd dat alleen geleverd in de 149 LE. En die was 7,60 meter lang. Ja, nu leverbaar van 7 meter tot 7,18 meter. Deze 7,18 meter is de langste versie dan. Op basis van Mercedes. Dat maakt hem ook net iets langer. Want de Mercedes neus, zoals jullie misschien weten, is dat die ietsjes een verloopje heeft. Ja, precies. Dat is voor de veiligheid. Er zit meer veiligheid daarvoor. Ja, meer kreukelzone inderdaad. Ja.
Dus dat is een supercourante indeling. En ja, gelijktijdig hebben ze hem ook wat geresteld, zowel het exterieur als het interieur. Dit is een superior uitvoering en die heeft dan ook echt weer wat andere aspecten in het interieur zitten. Allereerst de nieuwe achterwand, dat is eigenlijk hetgene wat het meest opvalt aan de buitenkant. Ja, die kun je nu denk ik heel moeilijk... Nou, we kunnen wel wat van zien. Ze noemen dat een dynamic design hekwand. Het ziet er echt wel heel mooi uit. Spoiler aan de bovenkant. En wat ze gedaan hebben aan de binnenkant is dat die achterlichten die liggen nu verzonken in die achterwand. Waardoor die achterwand ook wat verder naar buiten is komen te staan. Waardoor je binnen weer wat meer leefruimte krijgt natuurlijk. Ja, ik zag later eigenlijk dat dit, zie je bij de duurdere modellen eigenlijk ook. Ja, die klopt. C-Line en de E-Line hadden dat al. Dit is dan nog bij deze aluminium en kunststof. Ja. Dus het is ook nog hybride, zeiden ze tegen ons. Ja, ja. Nee, dat klopt. En jij noemt het dynamic, dus het is... Dynamic hekwand. Ja. Want dit is ook naar binnen gelaten. Klopt. Dat zie je ook aan de binnenkant terug. Ja. En de bumper, hij is eigenlijk niet veel langer dan de bumper. Nee, maar wat wel mooi is, dat de plaatsen die het meest beschadigen, dat is dit of een hoek. Ja, absoluut ja. En die zijn uitwisselbaar, dus die kun je er nog weer afhalen. Ja. Dat is nog, mocht het misgaan, dan is het nog te herstellen zonder dat je een hele achterwand hoeft te vervangen. Ja, maar je houdt hem heel. Ik wel. Ja, oké. Okay. dat durf ik niet hard op te zeggen, want het is dan een keer misgegaan. Ja. Staat hier de verlichting in. Ja, zit aan de andere kant. Ja. Nou, je kunt aan de binnenkant van de garage ook mooi zien. Kunnen we beter naar de andere kant toe lopen. Ja. Ja, lampje aan. Hier zie je ook dat die achterwand gewoon echt een stuk verder naar achteren ligt. En de achterlichten echt verzonken zijn in die achterwand. En ook voornamelijk binnen in het interieur meer ruimte. Ja. En nu aan twee kanten een rail. Ja. Ja. Nou moeten ze er boven nog eentje bij bedenken, dan word ik helemaal blij. Ja. Maar lekker veel ruimte in ieder geval in die garage. Ja, 1,20 hoog. Dus ook gewoon echt ruim genoeg voor standaard elektrische fietsen of een scootertje eventueel. Ja. Wat ook wel opvalt is de... buitenkleur, had je zelf al vernoemd in de vorige video, maar ja. Die is nu niet meer zo crème kleurig als de vorige modellen van de Touren. Geeft hem wel een wat frissere uitstraling, denk ik zo. Ja, nee, hier binnen kun je het niet zo heel goed zien, maar... Nee. Vakje. Dit is dan de superior uitvoering en... wat daar dan ook weer anders is, is de strijping. Ja. Die is iets aangevuld ten opzichte van de... Ja, je ziet wel waar ze het... ze hebben hier echt lengte weggehaald uit die auto. Ja. Dat zie je het duidelijk verschil met die andere. Met de 149. Ja, want er is dit vak groter, dat vak is groter. Ja. Het bankje staat natuurlijk ook groter. Ja, zeker. Maar ja, je moet ergens... dus 60 centimeter, dat is nogal wat. Ja. Dus... De Superior heeft standaard full-led koplampen. Ja, dat is ook super chic. Ja. Daar ben ik blij mee. Met die bolletjes. Het geeft gewoon echt een hele mooie verlichting als je 's avonds rijdt. En het ziet er ook veel mooier licht uit. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. De binnenkant. Ja. Daar is namelijk zeker bij de Superior ook behoorlijk wel wat bijgeschaafd. Ga dan maar in. Ga jij maar voor, jij mag het uitleggen. Kijk. Ja, een aantal dingen die voor de Carthago-kenner denk ik gelijk in het oog springen zijn de greeploze kasten. Ja. Carthago heeft nu mooie grote hoge greeploze kasten geplaatst. Ja, het is me ook opvallend dat er wel mooie kleine greepjes aan zitten. Het zijn niet die grote plastic dingen die je bij andere merken ziet. Nee.
32 inch televisie. Die hebben ze nu in plaats van, ook daarin hebben ze weer wat ruimte moeten wegpeuteren natuurlijk. Ja. En de zijbank is hier een stukje smaller. Bij veel Cartago's zit de televisie hier achter de zijbank. Die hebben ze hier nu bij de kantelbaar 32 inch hebben ze nu bij de ingang van de camper weggehangen. Dat zie je bijna bij niemand. Oh, andere kant op. Goeiedag. Ja, mooi. Verder heel mooi vind ik zelf zijn die akoestische panelen. Ja, zowel bij de zijbank ook als hier in de hoek. De keuken, mooi voorzien van een beetje een antraciete afwerking. Allemaal iets minder licht. Ja, licht. Allemaal net ja, wat strakker is, en moderner. Dat zien we hier ook terug. Ja, dat, ja hier beetje, boven. De, ja, en hierboven en hier op het randje. Is toch wel net even weer wat chiquer. Nou ja, de Truma uiteraard, het bedieningspaneel van Cartago, de omvormen. Ja. En de dual control. Anders dan zijn de accu's leeg horen. Nou, 2x80. Gooi je in het weet. Ja. Nou ja, verder dit waar gewoon heel veel vraag is, naar is in de Nederlandse markt zijn toch wel de lengtebedden, ja. Aparte doucheruimte en een toilet. Ja. Cartago heeft dat wel weer mooi opgelost om toch die loopruimte hier wat te behouden met een uittrekwand in de douchecabine. Ja. Ja, je mag bij deze geloof ik niet het vlondertje erin laten liggen. Nee, klopt. Dat is dan... Dat is dan wel weer jammer. Je moet wel blijven doen. Ja, je moet wel iets blijven doen. En dan gaan we even deze kant op. Hoppata. Ja, hier staat dan ik ook die... Ik sta nu onder de douche, jongens. Ja. Hier staat dan ook die type aanduiding voor, 145 RBLE, waarbij de RB staat voor ruimbad. Dat is Duits voor eigenlijk deze grote badkamer. En LE ja, voor langs einzelbedden, dat zijn dan de enkele bedden achterin. Ja. 2x80 centimeter. Geen wandje er meer tussen? Nee, niet dat is optioneel in bij, ieder geval. Nee, is optioneel bij Cartago inderdaad, bij deze indeling. Maar ik heb hem toch nooit gebruikt? Nee, omdat je daar inderdaad die toiletdeur ook tweeledig kunt gebruiken, is die ook eigenlijk minder nodig. Nou ja. 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 Nee, sowieso niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik verwacht had, misschien heb ik dat wel eens verteld, dat die wand die hier hangt, dat dacht ik vroeger voordat ik ooit Cartago gereden had, dat het wel een rammelding zou worden. Maar dat is bij een Cartago niet zo. Nee. Bij een Cartago rammelt het niet. Nee. Aan de andere kant, echt nodig is die ook niet. Want nogmaals, die toiletdut, ja, die tweeledige. Ja, maar ja, dat ruimbad maak je eigenlijk ook door hier zo de boel dicht te doen. Twee kanten op, maar nee joh. Is prima. Ja. Mooi. Oh, ja. Dit heb ik nog niet begrepen. Nee, ja, dat... Nee. Jij ook niet. Nee. Ja. Nou, dit is natuurlijk nieuw, hè. De keuken is echt veranderd, want dit is echt een compacte keuken. Ja. Ja. Dat vinden we nog wel een beetje spannend. Ja. Dat vinden wij nog wel een beetje spannend. Nou ja, ze hebben 40 centimeter van de indeling. Hè? Als ik even kijk naar de 149, hebben ze af moeten snoepen. En dat hebben ze inderdaad ergens vandaan moeten halen. Keuken, de dinette die een iets minder breed zijbankje heeft. Ja. Ja, maar ja, hij is breed genoeg om op te zitten. Zeker. En er zal hier echt niet snel twee mensen zitten op dit bankje, dus hij is breed genoeg. En wat ligt er nou het meest op dat bankje? Die voeten, die benen. Die kun je wel kwijt. Je moet hier even wat knippen. Ja. Een nieuwe bekleding. Ja, dat is ook, ik vind het ook super fraai. Ja, dit is de Paris. Je hebt de Londen en de Paris erbij gekregen bij dit De gordijntjes type. Zijn zelfs, de valletjes zijn zelfs beter geworden. Dat witte, dat gordijntje zeg maar. Ja, maar het past hier ook wel beter bij dit type bekleding. Ja, absoluut. Ja, gewatteerde stof.
Nou is het meestal zo, als ik zelf een camper bezit, dat het eerste wat eruit is zijn alle gordijnen. En die blijven dan gewoon netjes op de plank liggen. Graag. Maar het is, nee, je hoort er wel bij hier gewoon. Ja, ja, het is wel een beetje de styling van wat Carthago maakt. Inderdaad. Ja. En voor de rest aan de voorkant toe is het niet veel meer veranderd, hè? Nee. We hebben nog natuurlijk hebben we nog een hefbed erin. Ook met die zelfde gordijnstof. En wat, dat vind ik wel even een strikvraag, Patrick. Vertel. Wat vinden jullie als dealer van een hefbed? Ja, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Wat wij daarvan vinden, als ik zelf een camper zou moeten samenstellen, ik zou het hefbed niet nodig hebben, dan zou ik het hefbed laten vervallen, denk ik. Ja, okay. Ja. Maar als je moet inruilen, wordt hij dan minder waard? Nou, er was vroeger... Nee, absoluut niet. Vroeger was er heel veel vraag naar campers met hefbedden. Waar ook mensen die een camper kochten met hefbed, omdat dat later voor de verkoopbaarheid inderdaad beter zou zijn. Ja. Maar ik zie nu zelf steeds meer mensen bij ons in de showroom. Ja, die kiezen toch wel voor een camper met bovenkastjes. Dus het hefbed dat dan vervalt. Omdat de meeste mensen die bij ons aan tafel zitten veelal met z'n tweeën weggaan. Het hefbed, ja, eigenlijk niet heel veel gebruiken. Het is een beetje 50-50 denk ik op dit moment. Voor mensen die af en toe wel de kinderen, kleinkinderen mee willen nemen, is het een uitkomst. Of dat denken te doen. Of dat denken, ja, dat zijn er ook wel een hoop. Mensen die denken van, nou, doe maar een hefbed, want dan kunnen we dat gebruiken. Ja. Komen dan later toch weer terug van, joh, we hebben het nooit gebruikt. Het matras zit nog in plastic. Ja. We hebben het hefbed nog niet gebruikt. Nou ja, ik zou dus zelf ook kiezen voor zonder hefbed. Ja. Als het mijn camper was, dan zat het er niet in. Wat doe je dan met je kleinkinderen? Nou, die gaan lekker met hun eigen ouders op vakantie. Ja. Dat deden mijn vader en moeder de kleinkinderen ook. Ja. En ik moet zeggen, hartstikke leuk hoor, met de kleinkinderen, denk ik. Maar als ze meegaan, dan zijn ze groot genoeg om in een tentje te slapen. Groot gelijk. Ja, kom maar. Ja. Dat zit ook mooi vast, hè? Geen bandjes, geen dingen, gewoon een goede... Druk hem in één keer in, één vergrendeling en klaar. En dan de Mercedes, nou ja, die kennen we allemaal al. Dus ja, hier ook de 170 pk, Mercedes motor, M-Buck systeem. Ja. Rijassistentiepakket met adaptieve cruise control. Alle opties erop. Werkt echt perfect. Ja. En een 9-traps automaat uiteraard. Hebben we nog nieuwe zonwering gekregen toevallig? Nee. Het werkt nog steeds hetzelfde. Ja. Naar je toe knijpen. Knijpen en schuiven. En naar beneden halen. Ja, wel met het voordeel dat je hem, zodra je hem helemaal dicht hebt, dat je hem ook nog een stukje van boven naar beneden kunt openen. Ja. Ja. Ja, daar kwam ik ook pas veel later achter. Ja. Dus. Mooi. En die Mercedes die rijdt gewoon fantastisch. Jij zegt het, ik heb er geen verstand van. Ik mag dat niet zeggen van mijn kijkers, want die zeggen dan dat. En die rijden zelf met een Fiat en die vinden dat dan onzin. Nou ja, Fiat rijdt ook. Fiat rijdt goed, maar dit rijdt gewoon anders. Ja. Dat is echt zo. Dus daar gaan we het verder maar niet over hebben. Nou ja, dat. Mooi man. Ja, nee, zeker. Hele mooie. Is dat hem? Dat is hem. En terwijl ik hier thuis zit op mijn dode gemak hier die video te editen, bedenk ik ineens dat ik nog iets vergeten ben om te melden. En je zag het eigenlijk al toen we kwamen rijden bij Steikel. Daar stond buiten ook een RBLE 145, een Carthago. En in de showroom staat er nog eentje, ze hebben er dus nog twee. En wil jij nou zelf eens kijken in wat voor soort camper wij rondrijden, dan kun je dus vanaf nu naar de Carthago dealers van Nederland, maar zeker bij Steikel, want daar hebben ze er twee, om die Carthago te bekijken en of dat wat voor jou is. Want het is compacter, het is wat lichter, het is moderner. Het is eigenlijk een Carthago zoals wij in Nederland, denk ik, hem graag zien. Terug naar de video. En daar gaan we jongens, alles uit de oude camper hierin gesleept. Ik wil zeggen, de eerste barrière is al, zijn we al tegengekomen, want het past er niet allemaal in. Maar ja, ik heb gehoord dat iemand het een en ander thuis gaat achterlaten. Hé, iemand? Ja, luxe probleem. We gaan het wel zien hoe het gaat lopen, maar ik ben weer aan het sturen. Het is toch wel dat je zegt van, nou jongens,
ik word daar gewoon wel blij van zo'n dashboard. En ik word er gewoon wel blij van hoe dat rijdt en hoe dat stuurt. En hoeveel informatie daar allemaal wordt gedeeld met de bestuurder. Nou, super geholpen bij Cycle natuurlijk, maar ja, dat is niet voor niks al 8 jaar op rij de beste Carthago dealer van Nederland. En dat is, ja, dat wordt gekozen 1 keer per jaar en zij winnen dat op de een of andere manier iedere keer. Nou, Patrick heeft het hartstikke goed gedaan en ja, alles is uitgelegd. En nou gaan we lekker sturen. En eerst binnenkort thuis eens even alles op zijn plaats gaan zetten, want ja, dat lukt allemaal niet meer. Ik zie wel gelijk, en dat is een dingetje in een integraal camper. Hij staat nu op auto. Ik heb nu een automatische airco trouwens. Dat is veranderd. Dus voorheen was het geen automatische airco, nu is het een automatische airco. Maar hij is lekker aan het blazen en dan zie je dat die ramen daar, zoals de kuipers buiten, deze ook, die beslaan. En daar zou je dus eigenlijk dubbel glas voor moeten hebben en dat is er ook, maar dat hebben wij niet in deze. Volgens mij. Nee, dat hebben wij niet in deze zin. Dus, onderweg naar huis vanuit Harderwijk. En gaan we hem gelijk even in de stalling zetten, want thuis zijn andere prioriteiten aan de gang. Trouwens, als je wat hoort rammelen achter me, dat is het rekje in de oven. Dat moeten we nog eventjes fixeren. Maar dat komt allemaal goed. Lekker rijden. Och man, is een mooi campertje. Ik ben er zo blij mee. Ik ben verwend. Nou, ik hoop dat je dit al met al toch nog een leuke video bij elkaar vond. Want de dingen die je zag, die heb je misschien al gezien in een andere video. Maar dit is in ieder geval de aflevering. En binnenkort zal ik jullie eens vertellen wat ik allemaal wel of niet meeneem in deze camper. Want we moeten weer behoorlijk schiften, zoals eigenlijk iedere keer wel. Bedankt voor het kijken. Geef deze video nog even een duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En met dat belletje, je weet het net, mis je ook de volgende video niet. Tot de volgende!